Ja, zo lagen ze vroeger, jongens. Zo lagen ze vroeger, zo in krap. Dan moet je echt geen claustrofobie hebben, hoor. Oké, jongens, we gaan de rodelbaan in. Het zijn twee banen. En Over gaat voor de eerste keer met mij mee, hè? Super vet. Wel een beetje vast ook. Succes! Goed vasthouden. Goedemorgen en wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. En zoals jullie het zien, zijn wij nog steeds op ons vakantiebestemming, op ons vakantiepark. Ja. Landal Hoogvaals in Limburg. En aangezien we toch in Limburg zijn, gaan we vandaag een uitje maken richting Valkenburg. Ik had begrepen dat Valkenburg een van de steden was van 9 maanden geleden die onder water heeft gestaan met de overstromingen. Maar als het goed is, alles weer opgeknapt, grotendeels. En kunnen wij de... Welke mijn gingen we ook weer bezoeken? Steenkolenmijn. De steenkolenmijn. Dus we gaan eens even kijken hoe dat er allemaal uitziet. En we nemen jullie daar weer bij mee. Dus we gaan er weer een leuke dag van maken. Het is nog een beetje bewolkt. Maar als het goed is, wordt het vandaag weer een mooie zonnige dag. En naast de steenkolenmijn willen we daarna nog naar, dat heet officieel, attractiepark Kabelbaan Valkenburg. Om het even lang te maken. Daar is, als het goed is, een rodelbaan die gewoon open is nu. Ja, daar willen we natuurlijk ook wel even gebruik van maken. Ja. Er zijn nog meer attracties, er zijn van alle dingen te doen. Dus we gaan gewoon ook voor de rest kijken of er nog iets leuks is. Maar dat is dus het plan na de steenkolenmijn. We zijn er nu bijna bij die steenkolenmijn. Dus even zoeken naar een parkeerplaatsje. En dan zie je zo meteen hoe het eruit ziet. Ja, en wat is de steenkolenmijn voor iets eigenlijk? Nou ja, officieel is dat dus ook echt een oud gebruikte steenkolenmijn. Die vroeger ook echt gebruikt werd. Ja. En als het goed is, zijn de gidsen ook allemaal mensen die daar nog gewerkt hebben. Ja. Dus die nog, ja, daar gewoon de steenkolen gewonnen hebben. Dan ga ik uitleg geven over het verleden. Ja, zo begreep ik het wel. En dat je ook gewoon een rondleiding daar doorheen doet door de mijn. Oké. Wel grappig, denk ik. Oké, nou, we gaan het zien. Ja. Steenkolenmijn Valkenburg. Op zoek naar het zwarte goud. Overigens, het parkeren, als je dat wilt, is €5. Voor een dag, denk ik. Ja, lijkt me. Top? Ja, lijkt me. Nou, wel €1 bespaard. Ja, de andere was 6. Want een paar meter verder was het €6. Nou, we zijn er, jongens. Kijk. En de toegangskaartjes voor de steenkolenmijn zelf zijn overigens €12. 50 voor volwassenen en €9 voor kinderen. Ja. En dat is dan tot 12 jaar zeker of zo? Ja, klopt. Ja, oké. Ja. Nou, we zijn er. We hebben een slot moeten reserveren online. Een tijdslot. En dan moet je dan een x-aantal, 10 minuten van tevoren voor aanwezig zijn. Ja. Kijk, jongens. Ja, zo lagen ze vroeger, jongens. Zo lagen ze vroeger, zo in krap. Dan moet je echt geen claustrofobie hebben, hoor. Nee, je moet ook niet echt groot staan hier.
jongens, we zijn weer iets wat intellectueler geworden. Qua informatie over vroeger, hoe de steengroeven hier waren. Het was niet hier, hè? Het is eigenlijk, nee, dit is gewoon nagemaakt. Eigenlijk is dit gewoon nagemaakt. Maar het is wel indrukwekkend en ook vond ik ook een beetje spannend, hè? Ja. Want er kwamen ook heel veel geluiden en lawaai van hoe dat er vroeger allemaal klonk. Maar respect. Zo, we hebben net even lekker een lunch gedaan bij dit hotel wat tegenover de steenkolenmijn ligt. En we gaan nu even wandelen een kilometer richting het gedeelte waar die rodelbaan moet zijn. Ik ben heel benieuwd. En zoals jullie zien, de zon komt inmiddels door. Het klaart helemaal op. Hallo. Zijn jullie nieuwsgierig? Ja. Hey, kom eens. Hey, ja. Kom jullie kijken, hè? Ja, en dat heb je natuurlijk ook in Valkenburg. Al die hoogteverschillen, hè? Dus we zijn dan lekker aan het wandelen. Maar dit is altijd leuk, omlaag. Maar we moeten ook weer terug. Zo, dit is trouwens niet zo leuk. Dit is best wel irritant. Nee, hij loopt net niet lekker. Novo moet elke keer 2 stapjes zetten. We zijn er bij de kabelbaan en de rodelbaan. Nou, gaan we eens even uitvogelen hoe dat werkt. Ja, maar hoe je nu iets... Ja. Oeh, het is wel mooi weer, jongens. Hé, hey, en jij vindt het eng, hè, zeg jij? Ik vind het ook eng. Oh, nou, we gaan gewoon... Het is heel spannend. Yay! En toen zaten we in de kabelbaan. Het is best hoog. Ja, hè? Ja. Kijk, en hier komt de rodelbaan in zicht. Nou. Wow, we gaan gewoon over de rodelbaan heen. Nou, daar is het einde verderop. Kijk, en toen waren we. En hier is het startpunt van de rodelbaan. Oké, jongens, we gaan de rodelbaan in. Het zijn 2 banen. En Over gaat voor de eerste keer met mij mee, hè? Super vet. Lekker ijsje nu. En daarna ga jij tuben, hè? Ja. Die zou eigenlijk gesloten zijn. Maar is het toch niet?
En ga je dus met zo'n bandje zo naar beneden. Kost 3 euro en dan mag je onbeperkt zo vaak gaan als je wil. Je moet alleen wel zelf het bandje weer naar boven sjouwen. Ja, dat wel. Dat is wel een nadeel. Ja, met dat polsbandje, hè? Ja. Ja, daar mag je mee gaan. Dan gaan we zo eens even wat gave shots voor jou maken. Ja, ben je stout geweest? Ben je weer stout geweest? En Nova, wat gaan we nu doen? Nog één keer in de rodelbaan, hè? Ja, om het af te leren. En daarna gaan we weer terug de kabelbaan in. Naar beneden, richting de auto. Woe! Gaan we nog een keer! Yay! Een beetje remmen. Dan schiet ik eruit. Daar hebben we heel mooi af zo. Zo, dat ging vet, hè? Was het leuk? Ja. Ja, hè? Gaan we nog een keertje, hè? Ja, maar niet de snellere baan. Nu de snellere baan. Yay! Daar is mama! Echt al! Wee! Zo! Zo, even lekker chillen! Hé Nova? Ja, met onze billen! Ja, met onze billen! En toen zijn we er alweer. Yay! Zo. Je doet niet veel hoor. Nee, dat hoeft ook niet. Fijne dag hè. Wee! Oh ja, dat is waar ja. Zo, heb je weer iets overtroffen? Of noem je dat? Overwonnen inderdaad. Ja. Best spannend, best spannend. Blijkbaar vindt Melissa dit heel erg eng. Dat wist ik helemaal niet. Maar we hebben het gedaan. En we hebben weer een leuke herinnering zo. Yay, we hebben de auto weer teruggevonden. Nou, dan gaan we weer richting Vaals. Hè. En dan gaan we kijken of we nog even in België ergens kunnen tanken. Hè, want dat scheelt wel heel veel geld tegenwoordig. Dat is moeilijk, hè, deur openen. Zo, we staan weer geparkeerd. We gaan hier door de slagboom. En dan is hier ons huisje. Super dichtbij. Klik, en dan gaat hij open.
Nou, we hebben nog een 40 minuten voordat we hebben gereserveerd bij het restaurant. En Nova had het leuke idee om eventjes nog een spelletje gaan spelen, namelijk... Spookslot! Spookslot! Nou, dan gaan we die nog eventjes spelen voordat we naar het restaurant gaan. En dan gaan we deze dag alweer bijna afsluiten. Oh, oh, oh. En ik ben zo weer toe. Hé, er staat een eend in de tuin. Kijk. Er staat een eend in de tuin. Hallo eend! Hoi eend! Hoe komt hij hoor? Kwak, 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 kwak. Kijk dan. Oh, wat hebben jullie geluk, hè? Krijgen jullie een beetje brood? Ja. Ja. Maar goed, even terug. Even terugkomend. We hebben het even gestoord door dat eendje. Ja. We gaan dadelijk lekker uit eten, maar we gaan eerst nog even een spelletje spelen. En dan zit deze dag dus al bijna weer op. En ik wou dus zeggen van, oh, ik ben alweer toe aan nieuwe vakantie. En jij? Ja, hè? Ja. Ja, ja, jij moet morgen weer naar school, schatje. Ja, moet ja. Werken. En mama moet werken. En papa moet deze vlog gaan editen. Oh. Spannend, spannend. Papa die is er al uit. Die heeft gewonnen. Maar nu is het echt, zowel Nova als mama moeten allebei één gooien om te winnen als tweede. Mm-hmm. Ja, dat is de tweede plek. Nou, Nova. Nee, helaas. 1-1-1-1-1-1-1. Spookje, oh. Nee. 4, nee. 3. Even opnieuw op tafel. 4. Ja. Spookje. Wie gooit er 1? 2. 4. Zover. Spookje. Heb je? Echt, hoe lang duurt dit? 3. Oh, 2. Nou, 1. Spook. Hey. Yay! Mama 2 en Nova 3. Ja. Yay! Ja, ik ben lekker derde. La 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 la. Ik ben lekker derde. Ik ken die niet hoor. Nee. Geen idee. Ik weet niet wie het is. Echt niet. Nee, nee, nee. Maar het is tijd om lekker naar het restaurant te gaan, lekker een hapje te gaan eten. Kijk, en daar is het huisje van Bollo, want daar hebben we nog post voor hem. Hè, Nova? Dus jij gaat een briefje op de bus doen, hè? Mooi kaartje gemaakt. Leuke kaart gemaakt, ingekleurd. Ons adres erbij gezet en dan krijgen we, als het goed is, krijgen we weer iets terug van Bollo. En dan moeten we het eventjes in de brievenbus doen, hè? Zo. Hoppakee. Zo. Op naar het restaurant. Hé, hey, kijk nou joh, een steenkoolding. Dat was ook een hint hè, in een van onze vorige vlogs. Dat we al aangaven waar we naartoe gingen. Hoppakee. Kijk, de kinderafdeling. Bollo's eten. Appelmoesjes, poffertjes, frikandellen, pizza, kipnuggets, frietjes, komkommertjes, tomaatjes. Nou schatje, genoeg keuze? Ja. Lekker. Ja, natuurlijk kijken we die ook gewoon, hè. Melissa is bij de première. Yes. En nou, hier de race in de gaten. En we wachten nu op ons hoofdgerecht. Oh, echt zwaar irritant. Ja. Ja, we zitten hier nog als enige in het restaurant, want we willen die wedstrijd even afkijken. Nova is lekker aan het spelen in het speelparadijs. En dan gaan we ons dadelijk klaarmaken om de auto weer vol te laden en huis te rijden. Maar eerst nog eventjes verder kijken. Yay! Zo, en toen was het huisje leeg. Tadaa! En Nova is ook klaar om lekker in de auto te gaan slapen. Het is inmiddels 9:30. En we dus, moeten 2 uur rijden. Ja, dus het wordt een latertje voor jou. Maar misschien kan je weer lekker wat slapen in de auto pakken, hè? Nou, op naar de auto. Oké. Even uitchecken in de app. Ja, ik ben benieuwd. Landal. Landal. Nu uitchecken. Hoppakee. Uitchecken. Weet u het zeker? Ja, ik weet het zeker. Bedankt voor het doorgeven. Kijk, nou, mooi venster sluiten. Oké.
En toen waren we weer thuis. Wat zo jammer, hè? Ja, het is echt zo jammer. Het voelt echt zo net alsof je 3 weken weg bent met dat mooie weer en zo'n Limburgs landschap. We hebben echt wel heel erg veel geluk gehad met het mooie weer, hoor. Dat is echt lekker, Dat heeft er wel voor gezorgd dat ons weekendje weg, wat jullie dus hebben gezien in de laatste 3 vlogs. Drie vlogs. Ja. Ja, dat was gewoon een topweekend was. Ja, het voelde echt als veel langer. Gewoon lekker op het terrasje en zo, relaxed. Zo was het gewoon weer helemaal zen. Gewoon... We zijn inmiddels alweer een week verder. Ja. We waren een beetje vergeten de outro op te nemen. Maar goed, dat doen we dus nu hier in onze mooie nieuwe logeerkamer. Jullie zien het, er staat inmiddels ook al een plantje. Dus langzaam gaan we dat allemaal aankleden. Precies. En in toekomstige vlogs gaan jullie dat allemaal nog zien. Tuurlijk. Leuk. Maar we hebben wel weer een leuke mededeling. We gaan namelijk weer weg. Maar dit keer geen weekendje, maar gewoon een soort van midweek. Ja. Midweek weekend. Ja, het is een... Vijf dagen. Ja, het is een aantal dagen. Het is midweek met een weekend. Met een weekend eraan vast. Ah ja. En dan gaan we naar Landal. Ja. Hoe heet die? Ook weet je het al? Ja. De Vest. Landal de Vest. Jongens, we gaan Landal de Vest Landal binnenkort de Vest. Onveilig maken. Pas op. Wanneer? Dat horen jullie vanzelf. Precies. Maar het was zo goed bevallen, dus we hebben weer voor gekozen om nog een weekendje weg te gaan. En wat dan ook heel erg leuk is, Jeroen, Melissa en Mavi, onze vrienden, die gaan ook mee. Yes. Dus dat worden weer hele gave beelden. Ja, met heel veel verschillende vooral, omdat Jeroen dan ook meewerkt. Ja. Dus we zijn er weer klaar voor. We zijn nu alweer een week aan de slag. We zijn weer een weekend toe. We gaan dat ook doen. We doen lekker. Het gewoon. Volg ons en blijf ons dan zeker volgen, want dan mis je dus helemaal niks. En zo gaan we toch behoorlijk wat landelpark af, hè? Nou, voor mij straks hebben we zo'n landelbingo. Moeten we bij gaan houden. Ik zou zo'n berichtje moeten sturen naar Landel. Van jongens, hey. We zijn goed op weg, weer. Ja. Maar goed, dat betekent tot wel we zijn aangekomen aan het einde van deze vlog. We hebben heerlijk genoten in Valkenburg. We hebben de steenkolen... mijn. Hebben we gedaan. We hebben lekker gerodeld. Ja, Nova is van de tube-band afgevlogen. Ja. We hadden fantastisch mooi weer. Ja, lekker. En Melissa die is heel erg bang voor een kabelbaan. Ja, nou ja, niet voor een kabelbaan, maar voor deze. Deze was wel erg hoog. Het was hoog? Ja, het was helemaal niet zo hoog. Maar... Ja, nee, maar vooral je zit gewoon los en je bungelt gewoon wat in een karretje. En dan heb je die beelden dat het wel eens misgaat in je hoofd en zo. En dan, dan gaat dat zo kort sluiten. Dan gaat dat spelen, hè? Ja. Ja. Maar goed, we hebben het allemaal overleefd en ook met jullie weer leuke beelden kunnen misschien laten ik ben zien. Ook heel benieuwd. Ik heb mezelf nog niet zien zitten. Jij hebt gefilmd, toch, onderweg? Want ik heb alleen maar zo gezeten, gewoon naar voren. Ja. Sorry, dus ik heb niks gezien hoe ik zelf daar zo zat. Nou, we gaan het zelf ook nog even terugkijken. Maar leuk dat jullie in ieder geval hebben gekeken. Dat betekent dat we het einde zijn gekomen van deze vlog. Ben je dan nog niet geabonneerd? Vergeet dat zeker niet te doen. Onder onze video vind je een mooie abonneerknop. Als je daarop klikt, dan ben je geabonneerd en mis je geen enkele video meer van ons. Het is helemaal gratis en geen verplichting, jongens. Aan de zijkant van die abonneerknop vind je een belletje. En als je daarop klikt, dan krijg je automatisch een berichtje zodra wij een nieuwe video hebben geüpload. Dus doe dat ook eventjes, dan mis je echt niks van ons. Laat natuurlijk die duim omhoog achter. En voor nu kunnen wij niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Goed zo. Wee! En hier moet je weer rennen. Zo, en dan gaan we op die band. Wee! We gaan weer terug naar boven. En kijk eens wie achter ons is. Mama! Doei Nova! Wee! Nou, we hebben nog een 40 minuutjes voordat we hebben gereserveerd bij het restaurant. En Nova had het leuke idee dat wij even spookslot gaan spelen. Dus die hebben we weer helemaal in elkaar gezet. En de instellingen van de camera staan niet goed. Even opnieuw.